Ja, dus ik heb afgelopen 2 jaar met een team van specialisten binnen Rijkswaterstaat gewerkt aan dit project, aan deze aanbesteding. En een van de dingen die we heel belangrijk vonden was dat we kwaliteit een hele grote plek gaven in deze aanbesteding. 80% van de gunning noem je dat dan, hè? Dus 80% van waar je dit windpark op kunt winnen. Bestond uit kwaliteit. Dat is uniek. Dat doen we niet gauw. En dat betekent ook dat we deze locatie ook wel als bijzonder zien in die zin. Ja. We hebben partijen gevraagd om dus heel goed rekening te houden met de omgeving. Met die ecologie. Met de vogels die hier vliegen. Maar ook met het bedrijventerrein dat hier gerealiseerd wordt. En dat doe je door een plan uit te vragen aan partijen waarmee ze... laten zien dat ze snappen wat op deze locatie speelt. Dat ze goede voorstellen hebben, goede maatregelen verzinnen om die belangen te borgen. En dat ze in het algemeen ook gewoon laten zien dat ze de ontwikkeling op deze plek goed aankunnen. Dat ze goed weten wat ze moeten doen. Wij proberen dit echt als een next-gen windpark te benaderen. We hebben in de voorfase al met heel veel partijen contact gehad, met hun gesproken en heel veel zaken opgehaald. Die er ook voor gaan zorgen dat we er een beter project van kunnen maken. Ze hebben ons cruciale informatie kunnen geven, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, die ons gewoon gaat helpen om het park nog beter te gaan ontwikkelen en te gaan realiseren. En ja, daar worden we heel enthousiast van.